Hallo, ik ben Angela en ik ben hier vandaag in Museum Kranenburg bij de expositie van Tae Tjong King. En vandaag heb ik weer een nieuw dansidee. De inspiratie voor dit dansidee zijn helden. In veel tekeningen van Tae Tjong King zijn helden te zien. Bijvoorbeeld in de Griekse mythe, waar dit boek over gaat, of in de sprookjesboeken. De tekenaar Tae Tjong King is zelf eigenlijk ook een danser. Alle sprookjesfiguren, helden, de magische wezens, de monsters in zijn tekeningen lijken wel te bewegen op papier. We gaan staccato dansen. Staccato is een Italiaans woord en het betekent kort. Eerst begin je bewegingen met je arm. Daarna beweeg je staccato met je been. En nu gebruik je je hele lichaam. Je bewegingen zijn kort en strak, alsof je een harnas aan hebt van een ridder. Of denk maar aan je innerlijke harnas, je skelet. Nu gaan we wisselen van tempo. Eerst dans je staccato in 4 tellen. Daarna in 2. En dan in 1 tel. Pauzeer nu die video en oefen staccato samen met je danspartner. We gaan nu legato dansen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van staccato. Het is een doorgaande, vloeiende beweging. Eigenlijk bijna een soort vertraging. Dans nu samen als een vechtende held of een draak in legato bewegingen. Geef de beweging door aan je danspartner en maak zelf even een stop. Dans dus om de beurt. Als je staccato en legato goed hebt geoefend, kun je door naar de laatste dans. We dansen nu een verhaal van vechtende helden en draken en wisselen daarbij legato en staccato af. Bepaal nu zelf in welk tempo je danst en hoeveel tellen je beweging duurt. Wissel staccato en legato met elkaar af. Maak samen een mooi dansverhaal over helden en draken. Jullie weten nu het verschil tussen staccato en legato en hoe je dat kunt gebruiken in je dans. Dank jullie wel voor het meedoen en blijf in beweging. Tot de volgende keer!